Je gaat een eigen programma krijgen bij Look TV. En ik krijg vandaag een gast. Dat doen we gelijk in het stadhuis. Ja, de basis, de roots van Schiedam liggen bestuurlijk natuurlijk in het oude stadhuis. En ik zeg in dit geval maar voor het gemak oude stadhuis. Want ik heb inmiddels geleerd dat dan iedereen weet dat we in het prachtige gerestaureerde stadhuis van weleer verblijven. Ja. U heeft Han van der Horst uitgekozen als uw eerste gast van dit programma. Waarom specifiek Han? Ik heb de afgelopen anderhalf jaar dat ik hier burgemeester ben mogen ontdekken dat Schiedam buitengewoon rijk is aan geschiedenis en historie. En toen ik hier net kwam, toen heb ik ook gezegd, door de geschiedenis heeft Schiedam een ziel. En ik ben ook van mening dat de ontwikkeling van de stad echt gebaseerd moet zijn op de roots die de stad heeft. Op de kenmerken die de stad altijd gedragen hebben, maar wel vertaald naar de moderne tijd. Ja. En als ik kijk naar meneer Van der Horst, dan is meneer Van der Horst voor mij de persoon die heel goed thuis is in de geschiedenis van Schiedam. Maar ook heel goed thuis is in de huidige actuele situatie. En om die twee elementen met elkaar te verbinden, vind ik het een grote eer om meneer Van der Horst als eerste in het nieuwe programma te hebben. Een programma wat voor mij overigens tot doel heeft om vanuit mijn zijde een bijdrage te leveren aan het laten zien van de prachtige kanten die Schiedam heeft. En dan heb ik het niet alleen over de schitterende gebouwen, de fantastische geschiedenis, de enorme economie, maar dan heb ik het ook over de mensen die de stad dragen. En dan denk ik ook met name aan al die vrijwilligers die Schiedam rijk is, die geweldige initiatieven hebben. Daar blinken wij echt in uit in Schiedam. Dan denk ik aan het gemeentebestuur, wat ongelooflijk gemotiveerd is om van deze stad datgene te maken wat we hopelijk ook allemaal met elkaar winnen. En dan denk ik aan de ambtelijke organisatie die zich werkelijk de benen uit het lijf loopt om dat tempo bij te houden wat wij allemaal neer willen zetten. Dus zowel de geschiedenis, de fantastische ligging van Schiedam, de structuur van de stad, de gezellige sfeer in de binnenstad, maar de personen, daarvan hoop ik dat we een klein beeld kunnen laten zien. Iedere keer door een gast te ontmoeten in Schiedam en iets meer te vertellen. Ja. En misschien ook wel een klein beetje persoonlijk te worden erbij. Okay. Nou, meneer Van der Horst is zojuist binnenkomen rennen. Het regent buiten. We gaan eens kijken hoe dat zal gaan. Ik zie er naar uit. Han, van harte welkom bij de eerste keer dat ik een programma mag maken, zeggen ze. En dat is voor mij even wennen. En ik ben buitengewoon blij dat jij vandaag mijn gast bent, Han van der Horst. Voor mij ben je de verpersoonlijking van de persoon die je Schiedam kent. Zowel in geschiedenisvorm als ook met de voeten in het heden staan. En ik ken je ook als iemand die visie heeft op de toekomst. En dit programma is voor mij een middel om met elkaar Schiedam in de volle breedte van zijn rijkdom neer te zetten. Zowel geschiedenis, gebouwen, maar ook personen. En ik ben buitengewoon blij dat je mijn gast bent. Wat dat betreft mijn introductie, maar misschien wil je zelf voor degene die naar dit programma kijken daar nog iets aan toevoegen. Ja. Nou, ik ben vereerd dat ik de aftrap mag geven als gast voor deze serie interviews. Wat moet ik over mezelf vertellen? Ik denk dat ik in de loop van de jaren een beetje geleerd heb ook om Schiedam van buiten te bekijken. En dat hangt samen met mijn werk. Daarvoor moet ik elke dag de stad uit, want ik werk in Den Haag. En dan ook nog bij een organisatie die zich met de hele wereld bezighoudt. Dat is de NUFIC, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs. Dus ik heb veel te maken met mensen die ook van buiten naar Nederland kijken, omdat ze hier gastcolleges komen geven of studeren. En mensen van buiten Schiedam vinden onze stad altijd mooi. Ja. En daardoor ben ik een beetje afgeraakt van iets wat ik als oprechte Schiedammer al heel lang heb. Ik ben goed in het zien van problemen. En ik ben misschien niet zo goed in het zien van kansen, maar door dat werk van mij heb ik dat een beetje afgeleerd en opzij weten te schuiven.
Nou ja, je moet eerst een probleem zien, wil je ook de kansen kunnen pakken. Dus wat dat betreft denk ik dat we elkaar, hoop ik, in dit gesprek kunnen gaan vinden. Het pakt mij wel wat je zegt. Kijk, als burgemeester kom je natuurlijk van buiten de stad. En kom je naar een stad toe, dan ga je kijken, zou ik daar burgemeester willen zijn? Zou ik die stad willen besturen? Maar zou ik er ook willen wonen? Want burgemeesters moeten er ook gaan wonen. Zou ik mijn hele gezin hier mee naartoe nemen? En die blik van buiten naar binnen, die heb je dan. En dan, ja, ik was meteen getroffen door de rijkdom in de volle breedte, zoals ik het bij de introductie al heb gegeven, van deze stad. Inmiddels woon ik er 1,5 jaar. En dan zie je ook van waar we met elkaar aan moeten werken. Ja. Wat zijn voor jou nou die verschillen als bewoner en als kijkend van buiten? Wat vind je nou vanuit beide functies, laten we beginnen bij het meest aangenaam. En wat vind je waar we aan moeten werken met elkaar? Okay. Eerst dat kijken. Ja. Als buitenstaander en als toerist kijk je altijd naar boven. Als je in je eigen dorp of stad bent, kijk je altijd naar beneden. Want je bent gericht op de etalages, je bent gericht op de stoep, niet op boven. Dus je hebt een smal inzicht in de stad waar je woont. Wat wij Schiedammers moeten leren is naar boven kijken. De hele stad in de breedte zien, dan kom je ook de rijkdom tegen. De rijkdom van de stad is tweeledig. Wij hebben aan de ene kant als gemeente meer groen, denk ik, dan behalve Vlaardingen misschien, dan alle andere gemeentes in de Rijnmond, vooral Rotterdam. Dat is een schat die moeten we koesteren en die moeten we uitbouwen. Een heel mooi voorbeeld van wat je daarmee kan doen, dat vindt in juli plaats. Dat is de grote dagenlang durende opvoering van het grote Hindoe-epos in het Beatrixpark. Ja. Dat kan hier. Ja, krijgen we weer terug, hè, trouwens, ja. Gelukkig, vanuit Rotterdam. Ja. We hebben hier trouwens nog iets wat nu langzamerhand gaat ontwikkelen worden. En iets wat we als Schiedammers al eeuwenlang vergeten zijn. Dat we aan de Maas liggen. We hebben wel een Maasboulevard enzovoorts, maar dat is toch een beetje een uithoek. En er zijn nu plannen, begrijp ik, om iets geheel anders te gaan doen met de Wilhelminahaven, die als industriehaven verouderd is. En ik heb zo'n idee dat daar de toekomst van Schiedam ligt en dat we daar de stad van de toekomst moeten gaan bouwen. En als we de stad van de toekomst daar gebouwd hebben en dat lukt, dan zul je zien, dan komt de binnenstad ook tot leven. Ja. Ik ben het ermee eens. Het is overigens heel begrijpelijk dat vroeger de stad naar binnen gekeerd was. En nu kijken we naar buiten toe. Hè? Dus het is niet alleen naar boven, maar je keert, je zet je open. Maar je hebt die oude film. Hè, je staat niet meer met je rug ergens naartoe. Hè? Je staat met je voorkant naar de buitenzijde. Ja. Die Jan Schaap, die cineast, die lastige man, die overleden is dit jaar. Die heeft in de jaren 60 een film gemaakt over Schiedam. En die heet Schiedam kiest voor het water. Hij bedoelde daarmee dat we kozen voor scheepsbouw en werven enzovoorts. Want dat was toen het fundament onder de welvaart van Schiedam. Daar is niks van overgebleven. Het is niet gebeurd op die manier. Maar we moeten nu weer voor het water kiezen, maar op een heel andere manier. En dat water heeft te maken met gevoel, met leefbaarheid, op prettige plekken zijn. Dat is ook de toekomst van Schiedam. Want de tijden van grote industrieën enzovoorts, die zijn natuurlijk voorbij. Iemand van de gemeente heeft mij een deze dagen nog verteld dat in de toekomst steeds meer mensen voor zichzelf beginnen en steeds meer aan huis willen werken. Of vanwege het feit dat ze een eigen bedrijfje hebben, of omdat je ook helemaal niet op een duur kantoor hoeft te zitten, maar dat thuiswerken kan ook. Dan gaan werken en wonen weer in elkaar schuiven. En dat biedt enorme perspectieven voor Schiedam. Daar kan je hele mooie dingen mee doen. Misschien even terug naar dat maritieme gedeelte. Hè? Want ja. daar hadden we het eigenlijk net over. De scheepvaart en het gebruik van het water. Oude zeehaven. Ik ben dat hoort ook bij de identiteit, hè, van Schiedam. Het maritieme gedeelte, die jeneverindustrie, een stukje kunst, ontwikkeling. Veel mensen zijn daarmee bezig. Je haalt net een film van 1960 aan. Ja. Iemand waarschijnlijk met een vooruitziende blik. Ja.
Ik ben zelf van mening dat als je een stad met zoveel ziel weer tot volle glorie wil brengen, dat je dan ook het verleden moet koesteren, ja, en moet ombouwen naar de huidige tijd. Ja. Zie jij daar ook de kansen voor, ja, voor ons als gemeentebestuurders en als bevolking? Want ja, we doen het allemaal samen. Hè? Want om ook even, misschien kun je daar ook nog iets over zeggen. Ik vind dat wij als gemeentebestuur initiatieven moeten ontwikkelen. We moeten ervoor zorgen dat we mensen naar ons toe trekken. Maar wij kunnen dat absoluut niet alleen. We moeten natuurlijk enthousiasmeren, ja, zodat mensen ook met ons die beweging gaan, ja, maken. Dat is noodzakelijk. Hè? We moeten, denk ik, de macht en de invloed van het bestuur niet overschatten. En een stad kan alleen maar groot gemaakt worden als door de gemeenschap, door de mensen van die stad zelf en hun organisaties. Die allemaal samen in den brede voor één groot doel staan. Daarom kunnen ze natuurlijk best over heel veel dingen oneens zijn of er zelfs ruzie over hebben. Maar uiteindelijk is er een groot plan. Wat je, vroeger had je rond 1900 in Schiedam een vereniging van mensen die iets met de stad wilden. Die vereniging heette Schiedam Vooruit. Mm-hmm. Misschien moeten we dat weer krijgen. Ja. Er zijn wel allerlei organisaties zoals die stichting nou die een pan in de binnenstad opknapt en zo. Er zijn een heleboel kleine Schiedam Vooruitjes. En er is één groot Schiedam Vooruit. Ja. Nou, daar zoek ik natuurlijk als bestuurder ook naar. Hè? Van hoe kun je nou de denkkracht en het enthousiasme wat er via veel projecten is, hoe kun je dat ook op een strategisch niveau neerzetten, zodat ook die continuïteit erin komt. En we zijn zeer recent voor het eerst bij elkaar geweest met een denktankgroep. En daar kwamen ook heel leuk. Daar kwam ook dat maritieme gedeelte. En daar kwam de kunst in Schiedam, ja, kwam eruit. Maar ook de jeneverindustrie. Ja. En we hadden een aantal mensen bij elkaar zitten vanuit het maatschappelijk middenveld en vanuit de industrie. En mensen die vanuit de vrijwilligers bezig zijn. En toch kwamen die drie dingen er weer uit om het enthousiast genoeg neer te zetten. Ja. Wat denk je dat wij nou zouden kunnen doen? Want je bent daarnaast ook iemand die ook heel kritisch bestuurders landelijk volgt. Je zult ongetwijfeld een mening hebben over het stadsbestuur. Wat zouden wij als stadsbestuur daar nog meer aan kunnen doen dan dat wat we nu met elkaar al aan het bedenken zijn? Kansen zien. Keuzes voorleggen. Uiteindelijk moet je de keuzes maken, maar je moet kansen zien en keuzes voorleggen. Proberen mensen op een serieuze manier mee te laten praten. En misschien mensen waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat je ze mee zou moeten laten praten. Wat zei nou iemand van de gemeente tegen mij een deze dag? Ja, wat zeggen de Schiedamse artsen eigenlijk over de bereikbaarheid in de stad? Ja, voor artsen is dat heel belangrijk, maar je zal niet zo gauw op. Dat vond een briljante gedachte. Ja. Kijken, dat moet dan op die BMW-verdieping komen. Mensen die, waarvan je niet zou zeggen, van die zijn ergens bij betrokken vanwege hun achtergrond. Maar ze gebruiken de stad wel. Dat is denk ik iets wat je zou kunnen doen. Meer open vragen stellen ook. Open vragen stellen. Kijk, dat hele verhaal van je moet luisteren, politiek moet luisteren. Dat is natuurlijk, ja, en dan? Ja. Nou, we hebben goed geluisterd. En nu breken we het kasteel af. Ik bedoel, dat is onzin. Maar inderdaad, open vragen stellen. Met mensen in gesprek gaan. Niet ze de indruk geven dat ze schijninspraak krijgen. We hebben in Schiedam natuurlijk een probleem waarvan ik denk dat het niet zo grijpbaar is. Ik denk dat heel veel Schiedammers gewoon op een bepaalde manier bang zijn van de overheid. Niet zo gauw naar het stadhuis zullen stappen. Denken van nou laten we ons maar, laat maar niet opvallen, dat is geen goed idee. Dat is heel jammer.
Nou, natuurlijk, dat herken ik. Enerzijds is die drempel naar dat stadskantoor is best wel groot. Aan de andere kant merk ik dat die drempel ook steeds lager wordt. Aan de spontaniteit waarmee je als gemeentebestuurder op heel veel momenten benaderd wordt. Momenten dat je dus in het stadskantoor zit, maar ook de buiten je laat zien. Nou lokken wij dat zelf ook graag uit. Hè? Want wij zeggen ook van we willen de stad besturen vanuit de voeten in de stad. Dus die drempel, heb ik zelf het gevoel, die is wel wat aan het verdwijnen. Ja, dat is ook zo. Maar toch denk ik dat het in Schiedam meer dan in allerlei andere gemeentes een punt van aandacht moet zijn. Ik denk dat er een verschil is. Je hebt dus de stad die weg naar gevonden hebben. Die weten ook hoe ze de stad kunnen gebruiken. En de menigte die dat niet weet. En er is een verschil tussen mensen die je ziet op inspraakavonden enzovoorts. En mensen die je ziet winkelen op de Nolenslaan en de Hoogstraat. En de Broersvesten. En dat moet meer gaan mengen. Maar dat is nog best verschrikkelijk moeilijk. Dat is heel moeilijk, maar dat is een hele goede tip. Daar gaan we aan werken. Als je nou nieuwe Schiedammer bent geworden, wat zou jij dan onze nieuwe Schiedammers aan de stad graag willen laten zien? Ik ben daar zelf namelijk buitengewoon trots op. Ik krijg natuurlijk heel veel vrienden en kennissen die komen bij mij op bezoek. En dan zijn er steeds punten die ik hier in de stad ga bezoeken. Als jij nou mensen in de stad zou uitnodigen en iets zou willen laten zien. Misschien iets verrassends buiten het Stedelijk Museum, een Genevenmuseum, een tocht met de fluisterboot en gezellig koffie drinken, want dat hebben we gelukkig. We kunnen koffie drinken, je kunt gezellig lunchen, je kunt gezellig eten hier. Daar zijn we heel rijk in. Dat is waanzinnig leuk. Wat doe jij nou als je gasten meeneemt? Of wat zou jij de nieuwe Schiedammers zeggen? Ga daar eens kijken, dan zie je hoe Schiedam is. Ja, nou wat ik met ze doe is beginnen hier op de Grote Markt. En dan gewoon over de Ooievaarsbrug overheen. Dan trappetje af en langs de Schie en de Lange Haven lopen tot aan de Koemarkt. Via het zakkendragershuisje. Via alle zakkendragershuisje. Ja. De Korenbeurs, de Oude Herenhuizen, het Kantongerecht. En dan moet je verder betrekkelijk weinig zeggen, want dan raken mensen van onder de indruk. Wij niet meer als echte Schiedammers. Dat is wel duur, die huizen hier. Maar mensen van buiten raken daar altijd van onder de indruk. Dat vinden ze mooi. Wat ik ook met ze doe, de tweede keer, ik laat ze ketels zien. Dat vergeten wij in Schiedam dat we dat hebben. Ketel laat ik ze zien. En als we echt de tijd hebben, het gebied bij de Polderweg en de Broekade langs de Poldervaart daar in de buurt van Veren aan de Kandelaar. Dat is heel mooi en ze hebben het industriegebied met een soort kunstmatige berg prachtig aan het oog onttrokken. Dat is een sfeer waar je dan in terechtkomt die hemelsbreed ongelooflijk sterk verschilt van wat wij hier in de stad hebben. Als we nou dat Maasfront nog wat meer ontwikkeld hebben, dan komt dat ook wel goed. Ik heb daar gisteren ben ik met een aantal mensen met de watertaxi naar Heiplaat gevaren om daar wat te eten. Dus ik heb Schiedam daar zien liggen aan het water, hoe prachtig dat was. En daarna voeren we weer terug. En we gingen nog wat drinken bij de initiatiefnemer. Die woonde daar in een van de flats aan de Maasboulevard. Uitzicht op de haven. En dit is goud. En dat weten we allemaal niet, want we gaan niet zo vaak naar de Maas. Ja, je hebt daar een stukje hondenuitlaatgebied en is een cafeetje en zo. Ja, ja. Ja, de water, daar komt hij weer, hè? De waterverbinding meer. Schiedam kiest voor het water. Dat is de leuze wat mij betreft. Ja. Maar wel op de manier van de 21ste eeuw. Nee, datzelfde geldt trouwens ook voor het behoud, hè? Wij van de binnenstad en van historische panden en historische straatjes. Die moeten blijven leven en die moeten blijven veranderen, die moeten een functie blijven behouden. En dan gaat het goed. Oké,
heel goed. Schiedam Noord, dat is op zich een stad. Ja. Kan zichzelf heel goed voorzien in het verkrijgen van de dagelijkse producten. Maar Schiedam Noord is natuurlijk Schiedam. Ja. En Schiedam Noord willen wij graag ook bij de stad houden. En naar de stad toe halen. En niet dat als ze de wijk uitgaan, dat je met even gemakkelijk naar Delft of naar Rotterdam toe gaat. Is natuurlijk ook leuk, want op zijn tijd, je moet ook echt buiten de gemeente kunnen kijken. Dat is ook een van de kracht van de stad. Hè? Een van de belangrijkste redenen waarom ik ik ben hier geboren natuurlijk, maar waarom woon ik hier? Ik ben binnen een kwartier in het centrum van Rotterdam. Ik ben binnen 10 minuten in Delft, wat ik een verschrikkelijk leuke stad vind. Binnen een uur op mijn werk in Den Haag en binnen een uur in Amsterdam. Dat zijn elementen die tot de kracht van deze stad behoren. Je zit hier uitstekend. Het is een van de beste uitvalsbasis in de Randstad. Als je van de hele Randstad plezier wil hebben. Ja, de sterke kanten. Ja. Ja. En dan zijn de huizen hier nog goedkoper dan in de omliggende gemeente ook. Dus dat zou moeten helpen. Ja, geweldig. Han, ik ben er zelf ook nog niet aan gewend. Maar wij krijgen seintjes dat we het gesprek moeten gaan afronden. En ik heb het gevoel dat we net in het gesprek raken. Is er iets wat we nog absoluut even moeten aantippen wat jou betreft? Eventjes nadenken hoor. Dat is lastig. Even denken. Ja, ik denk dat je meer mensen moet stimuleren en ook moet helpen en niet lastigvallen bij het opknappen en het een vrij gezicht geven van een woning. Dat je met ze mee moet denken in plaats van dat je zegt van nou eens even kijken, het moet zoveel millimeter zijn. Ik denk dat je mensen stimuleert om in hun eigen huizen te investeren en ze helpt in plaats van ze aan regels houdt. En dat is aardig, mensen helpen in plaats van ze aan regels houden, is de beste manier van handhaven van dit soort regels. Dan meedenken. Meedenken. Dan denk ik dat je heel veel kan bereiken. Geweldig. Ik had nog heel graag met je door willen praten, want zoals ik net al zei, we raken net op drift en er zijn zoveel onderwerpen. Maar ik wil je heel hartelijk danken. Misschien kunnen we het nog eens een keertje overdoen en doorgaan op dit gesprek. Ja. Zeer bedankt voor je bereidheid om mee te werken aan het eerste programma wat we vandaag hebben. Waarin we mensen meenemen vanuit jouw blik en vanuit de kant zoals ik het als nieuwe burgemeester zie. Vanuit het gemeentebestuur natuurlijk. Om Schiedam toch eens op een andere manier te laten zien en de sterke en wat zwakkere kanten te accentueren. Dus hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Het is altijd leuk om over de stad te praten als Schiedam geweldig, onder elkaar. Ja, geweldig. Ja. Bedankt. Ja. Dat was gelijk al een inspirerend gesprek. Is een inspirerende man van de Horst. Geweldig inspirerend. En je kon het ook merken, we zijn begonnen met het gesprek en dan is het even met elkaar zoeken van wat vinden we allemaal van die stad. Want je kunt over de stad enorm doorpraten en de persoon zelf weet gigantisch veel van de stad en kan ons ook zo ontzettend stimuleren in een stuk enthousiasme en bestuurlijk richtingsgevoel, maar ook de burgers zijn stad en mijn stad verkopen. Dus geweldig. We hadden nog wel volgens mij een hele tijd met elkaar door kunnen praten. Ja. Nou, wie weet gaat het in de toekomst weer komen. We gaan ook een keer nog een volgende sessie doen. Wat zal dat gaan worden, denk u? Nou, ik probeer met deze gesprekken toch de breedte van de stad te laten zien. Hè. Het gaat echt om de stad Schiedam. En daar hoort Ketel natuurlijk voor mij bij. Dus ik ga proberen of ik iemand kan vinden uit Ketel die met mij zou willen meewerken aan dit programma. Zo niet de eerstvolgende keer, dan misschien de keer erop. Maar mijn voorkeur zou hebben om een ketelaar aan het woord te laten.